Nadat mijn hoogbegaafde zoon met schooltrauma was uitgevallen op het basisonderwijs en hierdoor een van de duizenden thuiszitters werd die Nederland rijk is, verslond ik alles wat ik over hoogbegaafdheid kon vinden. Want hoewel hoogbegaafdheid heel veel mooie kanten kent, kunnen onze kinderen het toch soms knap lastig hebben. Uiteindelijk besloten wij als gezin dat wij de kennis en ervaringen die wij hadden opgedaan wilden delen met andere ouders en leerkrachten, zodat de reis voor hen iets makkelijker zou worden. We doen dit via het boek Een Intense Reis, maar ook via deze podcast, waarin deskundigen op het gebied van begaafdheid hun kennis delen. Want samen komen we verder. Dit is Een Intense Reis, de podcast. En mijn naam is Marije Hoefland. Hallo allemaal. Ja, onze zoon is op de basisschool 1 keer versneld. En na die versnelling had ik al heel erg snel de intern begeleider weer aan de telefoon. Ja, de eerste 2 maanden na zijn versnelling ging het goed. Maar daarna zagen ze eigenlijk weer die ongemotiveerde leerling terug, die onwenselijk gedrag liet zien, niet meedeed met de werkjes. En toen gingen kijken waar hij op dat moment stond, bleek eigenlijk dat hij alweer de leerdoelen had behaald van het jaar waar hij toen in kwam te zitten. En school wist eigenlijk op dat moment ook niet meer wat ze moesten doen. Ze gaven aan van ja, in dit tempo, als hij eigenlijk in 2 maanden al een heel lesjaar kan doen, alle leerdoelen kan behalen, terwijl hij ook nog een jaar had overgeslagen, ja, dan zou hij aan het eind van het schooljaar klaar zijn geweest met de leerdoelstellingen van groep 8. En dan zou hij dus 8 jaar geweest zijn als hij klaar was met de basisschool en dus op het voortgezet onderwijs zou moeten beginnen. Ja, en vanuit school werd er op dat moment geuit dat voor hun gevoel, zeg maar, opnieuw versnellen, dat niet wenselijk was. Omdat ze zeiden van ja, je hebt ook nog de sociale aspecten, de emotionele aspecten. En wij denken niet dat hij met 8 jaar al klaar is voor de middelbare school. En als moeder klinkt dat eigenlijk op dat moment ook nog wel redelijk plausibel. Dat je denkt van ja, 8 jaar is misschien ook wel, wel vroeg. Ja, wat er daarna gebeurde is dat school zich handelingsverlegen opstelde. En het kwam erop neer dat we eigenlijk ook geen school meer hadden op dat moment. En onze zoon heeft eigenlijk groep 7 en 8 is hij niet naar school gegaan. Heeft hij eigenlijk gewoon thuis gezeten de hele tijd. En pas na 2 jaar thuis zitten is hij eigenlijk naar realistisch 4,5 jaar. Officieel 5 jaar basisschool. Heeft ook heel veel tijd op de gang doorgebracht, zeg maar. Is die begonnen aan het voortgezet onderwijs. Hij zit nu op het tweetalig VWO. Maar achteraf vraag je je dan als moeder af, hebben we daar eigenlijk wel het juiste besluit in genomen? Wat zou er zijn gebeurd op het moment dat we niet mee waren gegaan in die bezwaren, zeg maar, op dat sociale en emotionele gebied? Maar als we onze zoon wel door hadden laten stromen op zijn 8e jaar naar het voortgezet onderwijs. En vandaag ben ik wederom in gesprek met Leonieke Boogaard. Leonieke is specialist in gifted education. En zij is afgestudeerd op het onderwerp van vandaag, namelijk het extreem versnellen van hoogbegaafde leerlingen. Bovendien is ze bestuurslid van de Koepel Hoogbegaafdheid en sinds 2016 ook van het kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid. Leonieke, wat fijn dat we vandaag weer met elkaar in gesprek mogen gaan. Dank je wel. Ja, vind ik ook fijn. Hoi, mooi. Ja, zoals ik al in de introductie zei, is onze zoon op de basisschool 1 keer versneld. Heeft hij daarna 2 jaar thuis gezeten. Hij zit nu op het tweetalig VWO. En eigenlijk merkten we vooral de eerste maanden dat hij daaraan begonnen was, dat we hem weer een klein beetje terug hebben. Hij begint weer aan te staan. Hij kan weer een beetje leren. Komt af en toe weer met mooie vragen, met mooie theorieën. En juist om te zien dat hij door deze cognitieve uitdaging steeds meer opbloeit,
Daardoor komen eigenlijk ook de vragen in ons naar boven. Wat als? Wat als we dit opnieuw hadden kunnen doen? Hadden we dan andere besluiten genomen? En zijn er dingen, is er kennis die we andere ouders mee kunnen geven om ja, dit hele keuzetraject van wat moet je nu doen als ouder, om dat wat makkelijker te maken? En een van jouw eigen dochters is ook extreem versneld. En ik denk dat dat een van de redenen is, of niet, dat je besloten hebt om je hierin te specialiseren en af te studeren op dit onderwerp. Klopt dat? Want op het moment dat ik zelf de keuze moest maken of mijn dochter voor een derde keer zou versnellen, kon ik helemaal nergens literatuur vinden. Nee. Die was er gewoon niet. Er was geen literatuur over. En toen ik dus een onderwerp voor mijn afstudeerscriptie moest bedenken, dacht ik, dan ga ik zelf die literatuur maken, zodat andere ouders wel er iets over kunnen lezen. Precies. Op het moment dat ze voor die keuze staan. Ja. Dus dat was inderdaad mijn motivatie. Ja, want hoe is dat dan bij jullie gegaan? Want ik kan me ook voorstellen, op het moment dat je er nergens iets over kan vinden, dat het het misschien nog wel moeilijker maakt. Welke keuze neem je nu? Hoe is dat proces bij jullie in? Nou ja, bij ons was het eigenlijk zo dat wij altijd onze dochter gevolgd hebben. Wat mooi. Vanaf het moment dat ze zo... Kijk, je moet natuurlijk niet vergeten dat ze een oudere broer en twee oudere zussen had. Dus dat zij wat dat betreft natuurlijk ook al heel veel info had van school. Ja. En dat het dan ook anders is. Vanaf 2,5 gaf ze eigenlijk steeds aan van waarom mag ik wil naar school, ik wil naar school. En dan zei ik iedere keer, ja, maar grote mensen hebben nu één keer afgesproken dat je 4 jaar moet zijn, dus je moet nog even wachten. Ja. Ondertussen ging het zeg maar vanaf de derde verjaardag op de peuterspeelzaal bergafwaarts, want al haar vriendjes en vriendinnetjes waren verdwenen naar school. Mm-hmm. En ze ging dus vervelend gedrag vertonen. Ze ging andere kinderen bijten en zo. Oh ja, dat hebben wij ook gehad. Ja, ja. Ja. Dus dat was heel vervelend. En ze vond het gewoon echt niet leuk meer. Het enige wat ze nog leuk vond was andere kinderen voorlezen. Want ze kon al lezen inmiddels. Mm-hmm. En we hadden heel geluk. Er was één leidster die eigenlijk als stagiaire extra kwam. En die ging dan mensen erger niet met haar spelen of zo. Ja. Dus dan had ze even wat aandacht op haar eigen niveau. Maar toen ze 3,5 was, zei ze tegen mij, als jij het niet gaat vragen, ga ik het zelf vragen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik het toch maar gaan vragen op school. Ja. En omdat de andere 3 allemaal al wel op een of andere manier waren vastgelopen en er 2 zussen al 1 keer versneld waren, zag daar wel iets in van dat zij eventueel vervroegd naar school kon gaan. Om te voorkomen dat zij ook vast zou lopen. Ja. En wat heel fijn was dat de consultatiebureauarts daar ook achter stond. Dus die heeft gewoon alleen maar een brief geschreven van ik sta erachter dat zij dit wil. Maar dat hielp toch ook wel. Ja, precies. Ja, dus toen is ze uiteindelijk gewoon na de zomervakantie gewoon eind augustus naar school gegaan. Terwijl ze pas in december 4 werd. Ja. Ja, dus dat was dus de eerste versnelling. Ja, ja, dus gewoon een paar maanden eerder. Ja. Toen was er nog even discussie of ze dan na 2 jaar ook wel gewoon gelijk door mocht naar groep 3. Maar dat was... Dat kon natuurlijk niet anders. Ja. Ik bedoel, ze verveelde ze in groep 2. Ja. Nou, het zat in de onderbouw een fantastische juf die altijd aanvoelde wanneer er weer een sprong kwam. Als ik dacht ik moet gaan praten, kwam de juf ook naar mij. Oh, wat dat fijn. Was echt heel erg fijn. En die gaf er ook somplex voor groep 3 al in groep 2. En dan zei ze, mam, ik kan me helemaal niet concentreren, want die kleuters maken zo'n ding. Geweldig. Maar goed, dus toen ging ze naar groep 3. Maar daar had ze dus helemaal niks te zoeken. Ja. Ze was na 2 maanden was ze uit alle AVI-niveaus, terwijl de andere kinderen nog aan het leren lezen waren. Nog voor de 6e verjaardag was ze uit alle AVI-niveaus. Ze moest op school optellen en aftrekken tot 20. En thuis was haar favoriete spelletje wiskunde voor de brugklas van de oudste zus. Daar zat ze altijd mee. Dan zat ze met negatieve getallen en kegels en weet ik wat. En dan vond ze het niet leuk om op school alleen maar plus en min tot 20 te niet doen. Niet zo gek. Nee. Ja. Dus op een dag had ze alle sommen in Romeinse cijfers geschreven. En toen had de juf alleen maar 1 foutje in de Romeinse cijfers gevonden. En niet doordat dat een signaal was. Dus, en toen waren we een keer gewoon aan het fietsen. En we kwamen langs andere basisscholen. En toen zei ze, oh, zou het hier zijn? Ik zou daar... Ik zeg, wat dan? Zegt ze, ja, ik wil zo graag op een nieuwe school beginnen waar niemand me kent. En helemaal opnieuw beginnen.
dat was voor mij toen de reden. Dat was eind schooljaar om toch naar een andere school op zoek te gaan. Ja. Dus in de laatste week voor de vakantie hebben we geregeld dat ze naar een andere school ging. En dat ze daar gelijk in de 5-6 combinatie mocht beginnen. Toen was ze 6 ondertussen. En dan in de zomervakantie denk je van, oeps, zal het goed gaan? Want we hadden de school nog niet gezien, de juf nog niet gezien. Maar goed, de eerste dag op school kwam ze 's middags gezellig kletsend met een jongen uit groep 6 over een boek wat ze allebei gelezen hadden naar buiten. Dus oh, toen dacht ik, heerlijk. Het zit goed. Oh, wat moet dat ook fijn voor jou als moeder geweest zijn. Dat je denkt, oh. Ja. Maar het probleem natuurlijk was dat ze dus aan het eind van het jaar groep 5 en 6 eigenlijk allebei gedaan had. En dat ze dus in groep 6 halverwege weer buikpijn kreeg. Want ze had alles stiekem meegedaan. Dus groep 6 was niet leuk meer. Toen zei ze gewoon, nou weet je wat, we gaan gewoon door. Toetsen we net pakken de CITO's en dan kijken we waar ze zit en dan springen we daarin. Maar ja, tot de laatste CITO in groep 8 had ze alles voldoende. Dus toen hadden we weer een nieuw probleem. Mm-hmm. Toen ben ik wel op de school voor voortgezet onderwijs waar mijn twee oudste dochters zaten gaan vragen van, stel dat ik haar nog een keer laat versnellen, nemen jullie er dan aan als 9-jarige? Oh, 9 jaar was ze toen. Zou ze dan zijn? Ja. Want ze was toen 8 en eindgroep 6, het was even de vraag waar ze naartoe ging. En nou, die wilde dat wel doen. En toen schrok ik aan het eind van het jaar, want school had er opeens in groep 7 geplaatst. Dus ik ging even op gesprek. En ja, want ze hadden wilden er gewoon met hun eigen programma 2 jaar nog bezig houden. En ik was daar niet zo mee eens. En toen zei de directeur van, nou, laten we het aan haar zelf vragen. Ja, maar wel goed dat hij dat... Dat zij dat deed, ja, absoluut. Ja, en toen zei mijn dochter van, maar ik heb helemaal geen zin om 2 jaar in mijn eentje te werken. Ik wil zo graag een keer met de klas meedoen. Ik wil zo ontzettend graag een keer iets niet snappen en een vraag kunnen stellen. En omdat zij dat als 8-jarige zo goed kon verwoorden, zei ze, dan mag je naar groep 8. En hebben ze er vanaf dag 1 extra werk gegeven. En dat vond ik fantastisch. Ze moest op eigen houtje dingen van groep 7 inhalen. En ze kreeg verrijking enzovoort. Dus ze kwam thuis van, wat is dat? Ik wilde gewoon meedoen met de klas en nu moet ik nog steeds extra dingen doen. Maar zij heeft daardoor als enige van mijn 4 kinderen op de basisschool al geleerd hoe je moet werken. Precies, want dat is ook nog een ding. En dat, ja, precies. Ja. Dus ik zei toen ook tegen het schoolvoet voor het gezet onderwijs, het zal vreemd klinken, maar zij is beter toegerust nu om als 9-jarige naar het VO te gaan. En ze had ontzettend geluk natuurlijk dat ze, toen ze in groep 8 kwam, want dit was ook weer natuurlijk laatste week voor de vakantie, dus de klas en zo wist dat allemaal niet, dat de kinderen waren die in groep 6 zaten toen zij als 6-jarige in groep 5 kwam. Dus die vonden het ook niet zo raar dat ze nou als 8-jarige weer in groep 8 kwam. Want dat hadden ze al een keer meegemaakt. Precies. Dus dat was, nou ja, en toen de kennismakingsavond op het VO. Toen kwam ze thuis en zei ze, mam, ik kom voor het eerst van mijn leven in een klas waar ik met iedereen vrienden kan zijn. Dat is dus de eerste klas gymnasium. Ja. Dus ja, dat is, maar eigenlijk hebben wij dus altijd gewoon haar gevolgd. Als zij iets aangaf, zijn wij meegegaan. Ja. En zou je dat ook, want ik kan me, ik kan mezelf heel goed voorstellen dat je als ouders denkt van, joh, maar waar doen we nu goed aan? Blijf je denken. Dat blijf je denken. En ik weet dat wij op een gegeven moment zelfs een lijst hebben gemaakt met voor's en tegens. En toen wist ik het nog niet. Mm. Toen had ik nog zoiets van, ja, Ik heb geen idee welk besluit we moesten nemen. Op een gegeven moment gaf hij toen ook aan dat hij gewoon heel erg slecht in zijn... Hij zat zo slecht in zijn vel dat hij eigenlijk zei van, ja, ik wilde liever niet meer zijn. En toen hadden we zoiets van, nou, dan is sowieso even rust, even geen school, even niks. Is wel eventjes goed. Dus ja, toen hebben we eigenlijk die knoop doorgehakt. Ja, je zei net al van volg je kind. Zijn er bepaalde dingen waar ouders op kunnen letten dan? Hoe ze dat proces in gang... Hoe kunnen ze dat besluit
Nee, maar waar moeten ze op letten, zeg maar? Zijn het echt de signalen wat een kind ook zelf aangeeft? Of nou, zijn dat is er natuurlijk ook... heel verschillend, want ja. Niet alle kinderen geven het zo duidelijk ja, daarom, aan. Die van mij, kon dat niet zo goed verwoorden als die van jou. Nee, maar die kon het altijd van begin af aan alles goed verwoorden. Ja. Maar ik weet ook wel, want ik kreeg op de eerste basisschool ook steeds te horen dat ik een pushende ouder was. Terwijl ik zei, echt niet. Dit is mijn vierde, die wil ik zo lang mogelijk klein houden. Denk ja. Je nou echt dat ik... En dan vertelde ik altijd dat zij was anderhalf en toen lag ze 's nachts in bed heel hard te huilen. Dus ik dacht, die heeft een vieze luier of weet ik wat. En toen zei ze, ik wil ook kunnen wat de grote broers en zus konden. Dus dat heeft er gewoon vanaf de geboorte ingezeten, die Precies. drive om dat te willen. Ja. Dus ja, in die zin was het voor ons dan makkelijk om het... blijft niet makkelijk, want de buitenwereld verklaart je voor gek, maar hè, het... Ja. Het was wel... Ja, want wat voor soort reacties kreeg je dan van de buitenwereld? Ah, zielig voor zo'n kleintje. En oh, dan moet ze op de tenen lopen. En nou ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, moeilijk. Zo van, oh, mijn kind mag nog lekker spelen. Weet je wel? Dat. Ja. Ja. Ja, alsof het een soort echt een keuze is. Terwijl het juist zo was. Want dat vind ik dan ook heel... Omdat ze op school niet aan de trekken kwam, op de eerste school... Als ze uit school kwam, dan was ze alleen maar aan het schooltje spelen, encyclopedieën lezen enzovoort. Na de tweede versnelling, toen ze de eerste paar maanden, ze sliep opeens. En ze ging opeens buiten spelen. Want ze kreeg op school genoeg om haar hoofd bezig te houden. En dat hoefde ze niet meer thuis in te halen. Wat mooi. Dus, ja. Oh, wat heerlijk. Ja, ik heb het gevoel dat, maar dat is misschien ook afgaande op mijn eigen ervaringen, dat heel veel scholen in Nederland toch een klein beetje huiverig zijn, zeg maar, om kinderen te versnellen. En zeker meerdere malen. Dat het één keer versnellen, dat nog wel redelijk vaak voorkomt. Dat was bij ons ook eigenlijk geen enkel punt van discussie. Dat ze gingen versnellen was eigenlijk al het voorstel van de school zelf. Die eerste keer. Maar dan juist dat meerdere malen versnellen, dat daar echt nog wel vraagtekens bij gezet worden. En dat scholen dat eigenlijk liever niet willen. Heb je daar zicht op? Komt versnellen vaak voor in Nederland? En eventueel meerdere keren? Of? Nou, dat is dus heel lastig om te zeggen, omdat daar, dat wordt nergens bijgehouden. Ja. Dus dat is dan heel ik heb geprobeerd om gewoon door in de cijfers van het CBS te kijken, om daar een beetje zicht op te krijgen. Ja. Het blijkt dat schooljaar 2021, je kunt dus alleen zien wie kinderen onder de 12 die al in VWO 1 tot en met 3 zitten. Ja. Nou, dat zijn dus dan alle versnelde kinderen, ook degenen die maar één keer versneld zijn. Dat is 1,3% okay. van de leerlingen. Waren dus vorig schooljaar 8 leerlingen onder de 12 die al in VWO 3 tot met 6 zaten. Dus zijn natuurlijk de grote uitzendingen. Zo meerdere keren, ja. Maar dat is dan 0,05% van het aantal leerlingen. En toen heb ik ook gekeken VWO 3 tot met 6 hoeveel kinderen er onder de 14 zijn. Want dat moet dan ook één of meer keer versneld zijn. En dat was 1,5%. Dus het lijkt erop dat het zo tussen de 1,3 en 1,5% is van kinderen. Die in ieder geval versnellen. Eén keer. Eén keer versneld zijn. Ja. En destijds in mijn onderzoek, tenminste in 2005, heb ik wel door de CITO-cijfers en zo dat kunnen. Die hebben dat toen helemaal voor me uitgeplozen. Oh, wat geweldig. Hij heeft heel veel moeite gekost. Ja. Maar ik wist dat ze het voor iemand in België gedaan hadden. Dus toen konden ze er niet meer onderuit. Maar toen was 0,2% van de leerlingen meer dan één keer versneld. Oké. Okay. Ja, dus. Dat zou natuurlijk ook wel aan kunnen sluiten op de cijfers die je nu... Ja, als 1,5% één of meer keer versneld is en 0,2% meer keer. Precies. Dan, ja. En goed, als we uitgaan van zeg maar 3% hoogbegaafde, dan zou ongeveer de helft dan één keer versnellen of zo. Ja. Want heb jij gekeken naar redenen waarom scholen huiverig zijn? Jazeker. En dat blijkt wereldwijd zo te zijn. Hè? Er zijn heel veel onderzoeken. Het is heel vreemd, hè? Want versnellen is de best onderzochte interventie. Er wordt al onderzoek gedaan sinds de jaren 20 van de vorige eeuw. Dus er is, okay. er is al 100 jaar onderzoek naar versnellen. En altijd komt eruit dat het effectief is. Alleen,
Leerkrachten hebben daar een soort, die hebben dan zo'n soort onderbuikgevoel dat dat sociaal of emotioneel niet goed zou zijn. Dus eigenlijk gaan we al 100 jaar voorbij aan de wetenschappelijke inzichten. Ik kan even niet op zijn naam komen, maar die komt zo boven mij. De autoriteit in Amerika die zegt altijd van het is de grootste paradox in het onderwijs, want het is de best onderzochte interventie en de minste toegepaste interventie. Okay. Nicholas Colangelo. Ja. Nicholas Colangelo, dat is hem. Ja, die zegt dat altijd. Het is gewoon de grootste paradox. Want bijzonder, hè? En de afgelopen 20 jaar, want het meeste onderzoek was uit Amerika, dus dan zeiden mensen altijd, ja, maar in Amerika is het anders. Mm-hmm. Maar de afgelopen 20 jaar is er ook in Europa onderzoek gedaan. En dat bevestigt eigenlijk alleen maar wat in Amerika dus al tientallen jaren gezegd werd. Ja. Dat versnellen over het algemeen een positief effect heeft en in elk geval geen negatief effect. En de redenen om het niet te doen, is dat puur dat onderbuikgevoel? Of geven ze daar ook argumenten voor? Nee, scholen, leerkrachten zijn bang voor problemen op sociaal gebied, mm-hmm. problemen op emotioneel gebied, problemen later in het voortgezet onderwijs. Ja. In Amerika komt er dan ook nog bij dat ze niet de kans krijgen om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Nou, daar heb ik ook het tegenovergestelde van meegemaakt met mijn dochter. Ik wou zeggen, volgens mij had jouw dochter dat al met anderhalf als ik het zo hoor. Nee, maar zij kreeg ook die kans op haar middelbare school. Ja. Dat zij als 3 jaar jonger dan de rest van de klas het hoofd van de maatschappelijke stage werd. En het programma bedacht en het geld kreeg om de spullen te kopen. Dus, ja, en dat ze dan jongens van 3 jaar ouder moest aansturen. Ja. Maar juist dus, als je lekker in je vel zit, dan kun je zulke soort kwaliteiten ook ontwikkelen natuurlijk. Ja. Overigens was geen enkele school bang dat de kinderen problemen op cognitief gebied zouden krijgen. Oké. Okay. Maar er was 30% van de gevallen in mijn scriptie was de school tegen. En hebben ouders het dus tegen de zin van de school in toch doorgezet. Oké. Okay. En wat waren dan redenen voor de ouders en misschien zelfs ook wel de kinderen zelf? Ik weet niet in hoeverre die vaak betrokken worden bij zulke soort besluiten. Maar wat waren dan redenen dat zij wel eigenlijk per se wilden versnellen? Ze konden meerdere redenen noemen. 88% van de ouders zei kind past cognitief beter in een hogere groep. Mm-hmm. 50% gaf dat ze bang waren dat ze zouden gaan onderpresteren of hun motivatie zouden verliezen. Ja. En 38% zei dat hun kind sociaal veel beter in een hogere groep paste. Ja, dus klinkt als de rechte punten. Ja, nou, dat is wat de ouders ervan vonden. Ja. Dus. Ja, want als we kijken zeg maar, naar versnellen, dan wordt er heel vaak puur gedacht in een hele klas overslaan, zeg maar. Nou, dat zijn ook, dat is ook wat is toegepast, zeg maar, bij mijn zoon. Ik kan me voorstellen dat er ook eigenlijk andere vormen zijn van versnellen. Ja, in sommige onderzoeken worden er wel 20 vormen van versnellen onderscheiden. Oké. Okay. Maar daar zitten vaak, zijn het natuurlijk vormen die logisch uit elkaar voortvloeien. Ja. Maar in mijn eigen onderzoek kwamen er veel minder vormen. Want eigenlijk waren de enige vormen dus vervroegde toelating op de basisschool. Ja. Hè, zoals bij mijn dochter is gebeurd. Ja. Gebeurt niet heel veel in Nederland. Ik denk, ik weet niet, Eleonore van Gerve heeft dat een aantal jaren geleden een keer onderzocht. En toen waren het geloof ik 25 kinderen per jaar of zo. Dus dat is niet zo heel veel. Nee. En dan volgt logisch ook vervroegd naar het voortgezet onderwijs en vervroegd naar de universiteit. En dat zijn dan ook vormen die onderscheiden worden. Er kan inderdaad ook een klas gewoon helemaal overgeslagen worden. Maar wat er ook gebeurt en wat eigenlijk in mijn onderzoek best veel voorkwam, mm-hmm. is dat kinderen gewoon 2 of 3 klassen in 1 jaar doen. Ja, dat dus, kan natuurlijk ook. En een andere vorm was dat ze voor een bepaald vak gingen versnellen. Maar mm-hmm. eigenlijk heeft dat in alle gevallen uiteindelijk toch geleid tot helemaal een klas overslaan. Oké, okay. Nou, dat is wel bijzonder. Dus, want dat had ik juist in gedachten voor ons een klein beetje als een plan. Dat ik dacht van, oh, laten we dat allemaal loskoppelen, zeg maar, per vak. En dat die gewoon op ieder vak zijn eigen. Maar dat blijkt goed, dus kinderen die vaak dus hetzelfde zeggen, oh, goede rekenaar, dus die mag in groep 6 wel de stof van groep 8 doen of zo. Ja. Uiteindelijk liep dat in mijn onderzoek in ieder geval bij alle leerlingen uiteindelijk op dat ze toch
En misschien, helemaal naar misschien een hogere groep gingen. Ja, misschien is dat niet onderzocht hoor, maar gelijk in mijn hoofd komt dan dat op de basisschool, zou daar een verschil tussen zitten. Op de basisschool, dat je voor al die vakken, dat je misschien meerdere jaren in één doet en doorgaat of een klas helemaal overslaat en doorgaat. Of dat per vak, zeg maar, dat je bijvoorbeeld al op het VWO voor een aantal vakken examen doet en voor een aantal vakken nog niet. Ja. Zou daar verschil in zijn? Ook ja, daar zit die heel veel verschil ja. in, denk ik. Maar ik denk dat het ook komt omdat je op de basisschool zit je natuurlijk nog met de hele populatie in één klas. Ja, op precies. Het moment dat je op het VWO zit, zit je al veel meer in je eigen peer group. In ieder geval een stuk meer dan. Dus ja. wordt de noodzaak ook minder om helemaal te versnellen. En ik denk dat er op het VWO ook veel meer kansen zijn om op allerlei andere manieren je uitdaging te zoeken. Je kan bij de schoolkrant gaan of in de leerlingenraad Precies. of in de kinderboekenjury of weet ik wat. Je kan aan allerlei olympiades meedoen. Ik denk dat er gewoon op die manier veel meer is ook zo. Dingen ja. zijn waardoor je. En wat echt nog steeds gebeurt, is natuurlijk wel dat ze voor één of meer vakken bijvoorbeeld eerder eindexamen doen of ja. doorstromen. Dat, ja. Wat dan ook direct weer wat meer ruimte geeft natuurlijk voor om de meer, dingen. Om, of, ja, of om extra vakken te doen. Om, ja, om meer vakken eindexamen ja, te doen. Of juist die dingen waar je vlammetje van aangaat. Ja, dat precies. je denkt van, oh, het dat... Het toneel of de musical precies, of dat soort dingen. Precies. Ja, absoluut. Ja. ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat stel dat ouders een kind hebben wat versneld is. Nou, we hadden dat zelf ook natuurlijk met een versnelling en dan vervolgens twee jaar thuis. Dat ze niet over één nacht ijs gaan welke middelbare school ze dan vervolgens gaan kiezen. Wij hebben daar zelf ook... We hebben echt heel bewust gekeken van welke middelbare scholen zijn er bij ons in de buurt. Welke ervaring hebben zij op het gebied van hoogbegaafdheid? Hebben zij ervaring met jonge leerlingen, zeg maar, die daarop op zitten? Hebben ze een HB-coach op school die kan ondersteunen? Hoe staan de zorgteams er tegenover dat deze leerlingen soms ook toch echt zorgleerlingen zijn, zeg maar, die juist extra ondersteuning op sommige vlakken nodig hebben. En wij hebben toen heel bewust gekozen voor een begaafdheidsprofielschool, waar we al vooraf echt met de HB-coach allemaal gesprekken hebben gehad, wat voor een omgeving ja, we nodig hadden om eigenlijk die landing op de middelbare school iets zachter te maken dan dat het normaal gesproken zou zijn. Merkte jij dat ook in je onderzoek, dat ouders daar specifiek naar gekeken hebben van wat is het zorgaanbod op scholen en is er verrijking aanwezig en noem maar op? Nee, dat heb ik niet meegekregen voor ja. mijzelf. Ik weet nou niet hoe de situatie nu is, maar in die tijd dat mijn dochter naar de middelbare school moest gaan, er waren in onze woonplaats 8 middelbare scholen. En die verwezen allemaal, als je daar kwam, naar die ene school die volgens hun verstand van zaken had. En ja. die al vaker jonge leerlingen. Dus ja, dan kom je daar vanzelf uit. Gelukkig was dat ook de school van mijn eerste keuze, waar haar twee oudere zussen ook al op zaten. Oh, wat goed. En waar ja. ik dus al gevraagd had of ze 9-jarigen. Maar ik was expres ook nog bij andere scholen langs geweest. Maar niemand durfde het aan. Dus veel scholen zijn heel huiverig om zo'n jonge leerling aan te nemen. Tenzij ze er al ervaring mee hebben. Precies. En dat is sowieso, want dat, die internationale onderzoeken die ik net aanhaalde over die onderbuikgevoelens van leerkrachten die het niet aandurven. Mm-hmm. Op het moment dat ze het een keer meegemaakt hebben, zijn ze wel positief. Ja. het is puur een soort koudwatervrees. Ja. Of dat het bij hun niet in hun hoofd opkomt dat zo'n kind sociaal en emotioneel ook verder is en niet alleen cognitief. Ja. En dat is natuurlijk over het algemeen wel zo. Ja. En ze moeten het dus echt ook ze gewoon zelf meegemaakt hebben. Want om het, ja. Uit rapporten en dergelijke nee, nemen ze dat dus blijkbaar niet aan. Nee, dat onderzoek heeft Lianne Hogeveen gedaan. Hè? Ja? Die heeft scholen
dus gewoon op papier informatie. Nee, die heeft dus eerst een vragenlijst afgenomen van hoe leerkrachten tegenover versnellen staan enzovoort. Ja, ja, ja. En dan sommige scholen kregen alleen papieren informatie en andere kregen echt een informatieavond waar ze fysiek aanwezig waren enzovoort. En daarna hebben ze weer een vragenlijst en degene die dus echt persoonlijk informatie had gekregen, stonden daarna positiever er tegenover. En die alleen maar iets gelezen hadden, niet. Dus dat is duidelijk heel belangrijk. Ja. Laten we hopen dat deze podcast een klein beetje hetzelfde effect gaat hebben dan. Ja. En het grappige is ook, wat ook uit mijn onderzoek kwam, is dat de leerlingen die op scholen zaten, waar dus extra aanbod was, wat dat dan ook was, of het extra begeleiding, of compact en verrijken, of het draaideurmodel, of whatever, die hadden betere studieresultaten, ongeacht of ze zelf aan die programma's meededen of niet. Dus dat heeft waarschijnlijk gewoon mee te maken dat er gewoon in die scholen een meer welwillende sfeer tegenover dat soort leerlingen. Andere cultuur misschien. Er is een andere cultuur op die scholen. En dat is dus al voldoende om ze goed te laten floreren. Wat mooi, hè? Dat is ongeveer iedere podcast die ik maak, is het cirkeltje weer rond dat we gewoon kinderen moeten zien. En dat we gewoon. Ja. En dat is eigenlijk gewoon het belangrijkste in alles. Dat je mag zijn wie je bent. Juist. En dat daar ruimte voor is. Mooi, hè? Ja. Ja, ja. Dat is echt. Je zei net al dat het voor jullie best wel lastig was om. Eigenlijk niet zo lastig omdat ze allemaal naar die ene school wezen. Maar dat de andere scholen dus best wel huiverig waren om jonge leerlingen. Ja, die durfden het gewoon niet aan. En jij woont in Utrecht, dus je had 9 scholen om. Dat was niet in Utrecht. Oh, dat was niet in Utrecht. Oh, oké. Dat was in Amersfoort. Nee. Maar daar zijn er ook genoeg. Maar goed, er waren dus genoeg middelbare scholen. Ik kan me voorstellen dat voor ouders die ergens in de polder wonen, of net als ik, wij rijden nu ook per dag zit ik 2 uur in de auto om mijn kind in de meer te brengen. En dat is niet voor iedereen een optie. Nee. Dat je een stuk minder keuze hebt. Tegelijkertijd, en ik weet niet hoe dat voor scholen voor voortgezet onderwijs is, maar voor basisscholen blijkt dat het vaak juist in die omdat het kleine schooltjes zijn, er juist veel meer ruimte is en veel meer mogelijk is. Ja. Dus in die zin hoeft dat niet altijd een probleem heb jij te zijn. Heb jij signalen gekregen van ouders die zeiden van, nou, ons kind was met 8 of 9 jaar klaar om naar de middelbare school te gaan, maar wij hadden moeite met het vinden van een school, of viel dat wel mee? Ik heb dat niet teruggehoord van ouders. Nou, laten we hopen dat dat dan dat in ieder geval allemaal goed is. Maar goed, ik had natuurlijk gewoon een paar scholen in mijn onderzoek ervaring hadden met jonge kinderen. Ja, dat is ook wel. En dat is wel, want ik heb wel de leerlingen gevraagd van, zijn er meer jonge leerlingen bij jullie op school? En op 1 of 2 na gaven ze allemaal aan dat dat zo was. Dus blijkbaar zaten ze allemaal wel op een school die ervaring had met jonge leerlingen. Ja, precies. Dus dan geeft het misschien een klein beetje een vertekend beeld, precies. Zeg maar. Wat eruit komt. Ja, je riep net al dat juist ook die scholen die dat aanbod hadden, zeg maar, speciaal voor hoogbegaafde leerlingen in de zin van compacten verrijken en dergelijke, dat die leerlingen het beter deden op die scholen, los van het feit of dat ze er nu gebruik van maakten. Als er nu onderwijsprofessionals, bijvoorbeeld binnen het voortgezet onderwijs, of misschien ook wel binnen het basisonderwijs, luisteren, die denken, oh, dat is interessant. Misschien moeten wij dan ook kijken naar aanbod, wat wij kunnen inregelen, zeg maar, om beter aan te sluiten op de behoeften van deze kinderen. Wat voor soort ondersteuning of aanpassingen zouden ze kunnen geven? Wat kwam er naar voren van dingen die misschien scholen uit jouw onderzoek? Nou, daar kwam verder niet op dit gebied niet zoveel naar voren. Maar als ik even kijk van wat ik zelf zou denken. Ja, in het ideale geval zouden die leerlingen natuurlijk gewoon in hun eigen tempo door de lesstof moeten kunnen gaan. Maar dat is voor veel scholen organisatorisch een brug te ver. Oh, het lijkt me hemels. Ja. Maar goed, de meeste kinderen in mijn onderzoek die deden of extra vakken of ze deden eerder examen voor sommige vakken. Ze volgden alvast dat vakken op de universiteit. Dat waren allemaal dingen die dus ook toen al voorkwamen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat ze die leerlingen de ruimte geven om andere dingen te doen.
En dat ze niet te bang moeten zijn dat ze te veel lessen missen of zo. Ja. Ik ben een aantal jaren coördinator compacten en verrijken geweest. En sommige collega's hadden echt heel veel moeite om leerlingen uit hun les te laten gaan. Uit angst dat ze dan dingen zouden missen. En ik denk, daar hoef je bij deze kinderen niet bang voor te zijn. Want zelfs als ze iets missen, kun je dat razendsnel inhalen. Dus ja, daar hoef je niet bang voor te zijn. En ook niet bang zijn dat dingen te zwaar of te moeilijk zijn voor die kinderen, omdat ze nog zo jong zijn. Mm-hmm. Gewoon ze gewoon net zo behandelen als hun klasgenoten. Dat is denk ik ook een hele belangrijke. Ja, ja, want als je kijkt naar dat stukje compacte, je zegt ik ben coördinator geweest. Ja. Waar moeten ze dan aan denken? Want er wordt heel vaak op het moment dat ik spreek met mensen in school, en dan is compacte. En dan wordt er echt gesprokkeld van, nou ja, oké, dat uurtje hoef je dan misschien niet bij te zijn. Maar ik weet bijvoorbeeld van bij de basisschool dat het echt een enorm deel is wat je... Nee, goed. Ik spoorde mijn collega's altijd aan om compact schema's te maken. En met name voor Engels en wiskunde, want het zijn de vakken waar de kinderen het meest voor willen compacten en verrijken. Mm-hmm. En dan werd er gewoon heel veel van de stof. Hè? Als er 8 sommetjes staan, hoef je er 2 te maken. Dat. Ja, en dat, precies. Nou goed, ik kreeg gewoon van mijn collega's die schema's. Die gaf ik door aan de kinderen. Daardoor kregen ze heel veel ruimte extra. Bij ons op school was wel de regel. En daar was ik het niet helemaal mee eens. Dat je dus, als je voor wiskunde compact, moet je ook verrijken voor wiskunde. Ja. Dus dat moest dan wel binnen hetzelfde vak. En ik had mappen vol met verrijkingsopdrachten. En ik begeleidde ze dan bij die verrijkingsopdrachten. Ja. Maar wat ze bij ons op school bijvoorbeeld ook deden, was de kinderen gewoon bij een nieuw hoofdstuk van wiskunde de diagnostische toets laten maken. Ja. Maak je die voldoende, dan hoef je de lessen niet te volgen. Mag je lekker je verrijkingsopdracht gaan doen. Wat maak goed. Je hem onvoldoende, ja, dan moet je toch een paar lessen bijwonen. Ja, precies. En dan kun je ook kijken welke precies. onderdelen het zijn precies. dan waar je nog... En dan moest dus op het moment dat de rest van de klas de toets maakte, maakte zij ook de toets. Maar daartussendoor... En wat ik ook zo mooi vond, wat die kinderen helemaal geweldig vonden, nog los van het feit dat ze dus... Dat ze dan gewoon een sleutel kregen en zelf in een lokaal aan hun verrijkingsopdracht mochten gaan werken. Dat ze die zelfstandigheid en die ruimte kregen. Dat vonden ze ook heel mooi. Ja, maar die sleutel is symbool voor gezien worden. Ja, ja. Hoe mooi is dat? En wat ik ze dan, en ze moesten dan altijd, want het moet natuurlijk niet vrijblijvend zijn. Ze kregen sowieso altijd certificaten voor alle verrijkingsopdrachten die ze gedaan. Die kregen ze bij hun rapport. Mm-hmm. Dus dan kon je ook in de loop van je schoolloopbaan een hele stapel... Kon je ook later laten zien. Ik heb echt heel veel extra gedaan op school. Ja. En ze moesten altijd presenteren aan het eind van het jaar. Voor ouders, docenten, klasgenoten enzovoort. Ja. En dat moest. Want een heleboel wilde daar dan onderuit. Maar dat was gewoon onderdeel van het pakket. Ja. Ja. Als je mocht compact en verrijken, moest je ook presenteren. Ja. En dan gebeurden de meest fantastische dingen. Dan had ik ze het hele jaar begeleid. En dan verrasten ze zelfs mij nog. Oh, wat geweldig. Dan zaten ze op zo'n niveau dat ik het niet eens door had. Maar dat kan gebeuren als deze kinderen aanstaan. Oh, ik had één keer meisjes uit de brugklas, die hadden verrijkt voor Frans. Yeah. En die kwamen in de middagpauze voor dat ze moesten presenteren. Kunt u even nakijken of dit Frans goed... Die hadden een hele presentatie in het Frans gemaakt. Terwijl ik dacht dat ze het gewoon in het Nederlands gingen doen. Oh, geweldig. En dan kwamen ze binnen met een alpinopet op en een stokbrood onder hun arm. En ze hadden een PowerPoint erbij en die liep helemaal synchroon met hun presentatie in fantastisch Frans. En na afloop vraagt een van de ouders, want dan mochten ze vragen, waar hebben jullie zo goed Frans geleerd? Oh, gewoon hier op school. Dat is toch geweldig. Heerlijk, hè? Oh. Ik zit hier echt met een grote grijns, weet je. Ik vind dat zo mooi. En ook goed, denk ik, voor mensen in het onderwijs die luisteren. Dat het dus echt gewoon kan. Ja, en wij hadden ook extra vakken nog die ze konden kiezen. Ja. Wij hadden, kinderen mochten ook Russisch bijvoorbeeld extra doen. Dan mochten ze ook andere lessen voor missen. Dus mijn dochter die zat in 2 gymnasium. En dan deed ze naast de klassieke talen en andere talen ook nog Russisch. En ook nog compacte en verrijken. Ja. En ze was 3 jaar jonger dan de rest. En dat, ja. En dat is oké. Okay. Zolang ze aan blijven staan, dan is dat toch, is dat toch zolang super. Dat gebeurt wel, ja. Ja. Maar dat was helaas niet het geval. Ja. Ja, want je zegt dat is helaas niet het geval. Wanneer is dat? Ja, zo in 4-5 gym begon ze toch weer. Ja, blijkbaar blijft die ontwikkeling dus nog steeds sneller gaan dan
van de rest. En ja, begon ze zich weer heel erg te vervelen en werd ze dus ook heel erg depressief. En in 5 gymnasium ging ze gewoon... Het is ook vaak een misvatting, hè? Dat versnellen een oplossing is. Nou, versnellen alleen sowieso nooit. Precies. Versnellen moet altijd gepaard gaan met compact en verrijken en extra's. Want... Ja, bij ons op school, los van het feit dat ze het allemaal goed bedoelden hoor, maar dachten ze van, nou, was het versnellen aan zich... de oplossing, nee, omdat zij geen tijd hadden om te compacten en verrijken. Nee, maar versnellen alleen is nooit een oplossing, want het effect daarvan is binnen 6 weken, 2 maanden uitgewerkt. Nou, dat bleek. Dus ja. Daarnaast, daarom was ik zo blij met die school van mij, waar ze na de 3e versnelling gelijk een hele berg uitdaging er nog bij kreeg. Ja. Maar dat is altijd nodig, want alleen versnellen, ja, dat helpt niks, want ze blijven sneller. Ja. En wat gebeurde er Kijk, toen? Ik denk dat het belangrijkste... effect van versnellen is dat je meer peers in de klas hebt, meer kinderen waarmee je sociaal en emotioneel die dezelfde boeken lezen, waar je mee kan praten over je interesses. Ja. Dat een belangrijk voordeel van versnellen is. Maar voor het cognitieve stuk moet je nog steeds heel veel extra's gaan bieden. Ja. Ja. Want wat gebeurde toen je dochter in 5 VWO zat? En... Nou, heel depressief en slechte cijfers en en de leerkrachten, of de docenten, die begrepen niet dat het gebrek aan uitdaging kon zijn. Die dachten allemaal, ja, het is natuurlijk ook veel te zwaar voor zo'n kleintje. Ja. En het was ook een kleintje, want het is nog steeds een kleintje. Maar ja, nou, dat is ook zoiets. Soms wordt er gekeken van dat een kind of een kind klein is of groot voor zijn leeftijd, als ook nog om mee te nemen in het versnellen. Maar als ik dat bij haar gedaan had, ik bedoel, ze is nu volwassen, maar ze is nog steeds 1,62 meter. Dus, ik ben groot niet veel groter hoor. Nee, maar groot, echt groot is ze nooit geworden. Dus daar hadden we het niet van moeten laten afhouden. Maar zeggen, dan hadden wij met zij en ik nog steeds in de brugklas gezeten. Ja, precies. Maar nee, maar goed, het ging gewoon helemaal niet meer. Ze lag alleen nog maar depressief in bed, haalde onvoldoende. Dus, hoe ben je daar als moeder dan mee omgegaan? Heel veel middernachtelijke gesprekken. Want altijd als jij naar bed wil en nog even wat rustig gaat zeggen, dan komt het er allemaal uit. Ja. En op een gegeven moment ben ik naar andere oplossingen gaan zoeken. En ik had gehoord van de Advanced Academy in Georgia, die er helaas nu niet meer is. En ik kende iemand daar van een ETCHA-conferentie. Dus die heb ik gemaild van, zou dat iets voor haar zijn? En ik had op een andere conferentie ook een keer een cd'tje meegenomen. Dus ik heb haar die cd laten zien. En ze had zoiets, daar wil ik wel naartoe. Wat fijn. En dat is ze dus, toch nog voldoende drive. Dat vlammetje toch nog als een soort waakvlammetje. Ja, blijkbaar inderdaad, dat een waakvlammetje. En toen heeft... even nadenken hoor. Nou ja, goed. Dat wilde ze dan wel. Daarvoor kwam ze er bed uit. Toen moest het allemaal razendsnel weer. Zoals altijd. Want ze moest de TOEFL doen. Hè, Test of English as Foreign Language. En ze moest natuurlijk de SAT doen. Dus dat moesten we allemaal heel snel regelen. En dat moesten we ook al heel snel doen. Maar daar kwam ze de bed voor uit. Ja. En toen heeft ze die testen gedaan. En waar ze op school dus allemaal onvoldoende hadden, deed ze die waanzinnig goed. Ja. En toen kreeg ze dus zelfs een beurs als superior student op die Amerikaanse universiteit. Geweldig. Wat voor jou ook waarschijnlijk een last van je schouders was. Ja, maar goed, dan moet je wel je kind op de 14e alleen achterlaten in Amerika. Ja. En dat is ook niet makkelijk. Dat is heel zwaar. Ja. 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 Maar goed. Ja. We hebben het net al gehad over... over jouw eigen ervaringen, zeg maar, van je dochter met versnellen. Nou, eigenlijk waren die ervaringen natuurlijk positief, behalve dat uiteindelijk dat eigenlijk ook niet genoeg bleek te zijn. Nee, en dat is elke keer. Elke keer helpt het even. Ja, en dan is het weer niet genoeg. Ja. Ja. Heb je daar iets over gevonden in je onderzoek? Hoe de jongeren die daar versneld waren, ik weet niet in welke klasse zij zaten toen je het onderzoek deed, maar hoe zij het ervaren hebben? Nou, wat de meeste als positief... Nou goed, niemand had spijt van de versnellingen. Oké.
Dat sowieso. Ik heb dus als allerlaatste vraag, zowel aan ouders als aan leerlingen. Ik heb ouders en leerlingen onafhankelijk van elkaar ondervraagd. Hè, omdat ik niet wilde dat ze elkaar Precies. beïnvloeden. Heb ik gevraagd, als je alles van tevoren geweten had, zou je het dan weer doen? Ja. En dat zei 81% van de ouders en 85% van de leerlingen zeiden ja. De rest zeiden, ik weet het niet. Want van die lekkere hoogbegaafde antwoorden, ik weet niet hoe het geweest zou zijn als het... Als ik het niet gedaan had en zo. Dus ja, dus dat ja. kan ik niet zeggen. Van de leerlingen heeft helemaal niemand nee gezegd. Er waren twee ouders die wel nee zeiden. Mm-hmm. Dat ze het liever niet gedaan hadden, omdat ze na twee versnellingen het leeftijdsverschil te groot vonden. En het dus liever bij één. Maar hun kinderen dachten daar dus anders over. Okay. Dus van de leerlingen had niemand er spijt van. Het enige waar ze spijt van hadden, was dat ze niet vaker versneld waren. En dat is ook wat er uit Amerikaans onderzoek bij versnelde volwassenen komt. Dat niemand spijt heeft, alleen van het feit dat ze het niet nog vaker gedaan hebben. Ja. Dus ja. Ja, waar dus eigenlijk het cirkeltje weer rond ja. is met wat jij in het begin zei. Van ja. volg eigenlijk gewoon de ontwikkeling nou ja, van een kind. Bijna alle ouders zeiden, het was eigenlijk geen keus. Ja. Want mijn kind was zwaar depressief en die mm-hmm. tweede versnelling heeft eruit een diep dal gehaald. Of ze hadden geen aansluiting. Ze zaten na de versnelling emotioneel veel beter in hun vel. Ze voelden zich cognitief als een vis in het water. Dat zijn de dingen die ouders aangeven van... En dat is ook wat ik altijd ervaren heb, dat het niet echt een keus was. Het is een soort natuurlijk proces waarin je je kind volgt. En mm-hmm. wat gewoon nodig is om er lekker in de vel te laten zitten. Precies. En de leerlingen die gaven aan van, nou ja, weet je wel, er was ook eentje die zei van... Ja, als ik niet 2 keer versneld was, zou ik me nog erger vervelen. Ja. Dus, of... Oh, ik moet er niet aan denken dat ik nu nog op de basisschool zou zitten. Mm-hmm. Ja, dat soort antwoorden kreeg ik van de leerlingen. Ja. Dat ze echt die basisschool zo zat waren en zo blij waren dat ze nu op het VO zaten. Ja. Dus ja. En ik heb natuurlijk, omdat het natuurlijk over het algemeen toch de ouders zijn die de doorslaggevende stemmen hebben, heb ik 6 jaar later de leerlingen nog een keer ondervraagd. Omdat ik heel graag wilde weten. Oh, wat mooi. Of ze, als ze 1 keer aan het studeren waren, zouden ze nog net zo overdachten. En ze waren nog steeds, zei er niemand dat hij spijt had van de versnelling. Nog steeds mm-hmm. niet. Ze waren nog steeds allemaal positief over de versnellingen. Maar wat ik grappig vond en waar ik zelf nooit aan gedacht, dat was dat een aantal spontaan aangaven. Dat zat niet in de vragen, maar dat schrijf ze er dan extra bij. Dat ze het gevoel hadden dat ze extra tijd gekregen hadden door hun versnellingen. En dat ze daardoor nu de ruimte voelden om 1 jaar te gaan reizen. Of nog een 2e studie te doen. Of, ja. En dat ze dus heel blij waren met die extra ruimte die ze door de versnellingen gekregen hadden. Wat mooi. En ik heb ze toen ook gevraagd van wat voor cijfers ze hun leven gaven. En het gemiddelde was 8. Nou, volgens mij is dat boven het gemiddelde van Nederland. Ja, dus dat geeft aan dat ook als ze al een stuk verder zijn en terug kunnen kijken en niet meer onder invloed van hun ouders, dat ze nog steeds tevreden zijn met de keuze. Ja, wat mooi. Ja, het klinkt eigenlijk allemaal heel positief. Wat zou je zeggen tegen leerkrachten die... Nou, te maken hebben zeg maar met leerlingen waarvan ze overwegen of versnellen een optie is. Of misschien ouders die eigenlijk voor dit dilemma staan. Nou ja, wat ik al eerder gezegd, ik denk dat je inderdaad je kind moet volgen. Ook duidelijk moet proberen te achterhalen wat het kind mm-hmm. wil. Maar wel ook dat je het proces heel zorgvuldig moet doen. Ja. Omdat ik spreek heel soms wel eens volwassenen die zeggen van dat ze er spijt van hebben. Maar dan blijkt eigenlijk altijd dat er nooit overleg geweest is. Nooit aan hun iets gevraagd is. En dat het min of meer... Er was in mijn onderzoek ook één iemand die er wat negatiever over was. Maar dat was haar zusje moest versnellen en daarom naar een andere school. En daarom moest zij ook naar een andere school. Omdat ze de zusje moest volgen. Ja, kijk, dus er zat al een... Dan is het niet echt jouw keus. Precies. En dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En verder, weet je, er spelen natuurlijk heel veel dingen mee. Omdat je, hoe is de ontvangende klas? Hoe is de leerkracht van die klas? Staat die leerkracht open voor
voor anderen. Want de negatieve ervaringen uit mijn onderzoek, dat is, weet je wel, een wiskundeleraar in 3 VWO die zegt, oh, we krijgen een kleuter in de klas. Ja, dan heeft zo'n kind geen kans meer in zo'n klas. Nee. Hè? Dus dat, ja, dat soort dingen zijn natuurlijk, dus hoe is, ja. En je kan natuurlijk altijd de versnellingswijzer gebruiken. De versnellingswijzer? De versnellingswijzer, dat is een instrument waarmee je alles op een rijtje kan zetten of een leerling wel of niet zou moeten versnellen. Wat goed. Ja. Wat voor aspecten nemen ze daarin mee? Heel veel aspecten nemen ze daarin mee. Dus ook emotionele en sociale aspecten naast de cognitieve aspecten. Ook van komt hij bij een broertje of zusje in de klas? Dus dat is ook een aspect om mee te Precies. nemen. Dus die neemt heel veel En van is dat die iets wat mee. Ouders kunnen inzetten of is dat iets wat voor scholen beschikbaar is? Volgens mij moeten scholen en ouders dat samen dat invullen. Lijkt me ja. Heel goed, ja. Ja. En die kun je gewoon op internet vinden en downloaden. Dus. Wat goed. Hele mooie tip, denk ik. Denk ik voor ouders. Is er verder nog iets wat je van je zegt van, nou, dat hebben we nog niet besproken. Dat wil ik eigenlijk nog wel meegeven. Nou, dat heel veel ouders van versnelde kinderen zich vaak heel eenzaam en onbegrepen voelen. Omdat de buitenwereld er vaak toch wel niet heel positief op reageert. En dat je dan heel sterk in je schoenen moet staan om tegen die ideeën van de omgeving in te gaan. En tegen de tegenwerking van sommige scholen. En dat ook al weet je in je hart dat dit het beste is voor je kind, het toch heel moeilijk kan zijn om ze zo jong al los te laten. En daarover heb ik ooit een column geschreven voor de Talent. Dus die zou ik wel even willen voorlezen. Oh, wat mooi. Ja, die heet, dat was toen mijn dochter dus als 14-jarige naar de universiteit in Amerika ging. En dat heet dus de vierde versnelling. Als moeder van 4 hoogbegaafde kinderen raak je na een tijdje wel aan gewend dat andere ouders jou ook vaak een buitenbeentje vinden. Dat ze je een ontaarde moeder vinden als jouw kinderen dingen mogen doen waar leeftijdsgenootjes nog lang niet aan toe zijn. En net als je na 3 kinderen denkt dat je wel een beetje aan gewend bent, besluit nummer 4 een heel nieuwe dimensie aan het woord voorlopen te geven. De andere 3 konden prima lezen voor ze naar groep 3 gingen, maar zij doet dat al als ze 3 is. Haar zussen konden redelijk uit de voeten met 1 versnelling, maar zij blijft telkens weer vastlopen, zodat ze aan het einde van de rit 3 keer versneld is. Dolblij ben je als de school voor voortgezet onderwijs het geen enkel punt vindt om een 9-jarige in de brugklas te krijgen. En als het op de kennismakingsavond direct goed lijkt te kunnen vinden met haar nieuwe klasgenoten. Maar dan? In de vakantie slaat de twijfel weer toe. Zou het wel goed gaan? Dat half uur fietsen dwars door de stad op dat kleine fietsje met die grote boekentas? Zal ze het wel aankunnen? En zal ze niet gepest worden? Waarom was ik hier ook alweer zo blij mee? Het is doodeng. En eng blijft het. Steeds als het even niet goed gaat en de buitenwereld direct klaar staat om het aan haar leeftijd te wijten, vraag je jezelf af of ze gelijk hebben. Was het wel de goede beslissing? Ben ik wel terecht zo eigenwijs dat ik in mijn eentje tegen alle anderen inga? Je klampt je vast aan de momenten die jou gelijk lijken te bewijzen en houdt jezelf voor dat ook niet versnelde kinderen wel eens problemen hebben. Maar vaak is ze toch eenzaam. Zeker als het na een paar jaar in het voortgezet onderwijs niet meer ziet zitten. Het gebrek aan uitdaging maakt haar depressief. Maar leg dat maar eens uit aan docenten, die juist denken dat het komt omdat het veel te zwaar is voor zo'n jong kind. Dat ze het cognitief wel aan kan, maar ja, sociaal-emotioneel. En dus komt er een vierde versnelling. Mijn kleine meisje van 14 maakt haar VWO niet af, maar vertrekt naar een Amerikaanse universiteit. En weer doorloop ik dezelfde fases. Eerst de euforie, als de toelatingstesten boven verwachting goed gaan, ze als superior student met een beurs wordt toegelaten. En vervolgens de angst of het allemaal wel goed zal gaan als ik haar 7000 kilometer van huis alleen achterlaat. Als dat geen uitdaging is voor ons allebei, want 1 ding is zeker, hoewel het veel scholen niet lukt om voldoende uitdaging te bieden aan onze kinderen, voor ons als ouders verzorgen ze uitdaging genoeg. Ja, met ons allebei. Heel veel. Ja. Even ademhalen. Dankjewel dat je dit zo hebt voorgelezen. En ik denk dat voor iedereen die luistert, wat dit met ons doet, dat in ieder geval laat zien wat het ook met ons als ouders doet. En dat het heel eenzaam kan zijn. En niet altijd makkelijk.
Nee, en daarom is het fijn als meer mensen erover horen, zodat er misschien meer begrip komt. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Mocht je na het luisteren van deze podcast nog meer informatie willen over dit onderwerp, mijn boek Een Intense Reis is te koop via uitgeverij SWP, swpboek.com/2349 of de online of lokale boekwinkel. Ook kun je voor meer informatie altijd terecht op www.eenintensereis.nl. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.